die hebben wij nog gehad. Ja, met de brommer heb ik die gehad. Dan moest ik de weg op. Moet je dan niet van eraf dan de weg op? Oeh, het ziet er heel oud uit. Italiaans of... Nee, ik weet het niet. Hè? Het is toch weer... Fiat. De voorloper van de Fiat. Nee, ik heb geen flauw idee. Ik heb geen idee. Het lijkt wel een beetje Chinees zo daarboven. Van de Argentijnse kleuren. Het is wel creatief. Dat wel, ja. Ja, een dikke bak. Stoer, ballen, tof. Toch ook wel snelheid. Gas geven. Ja, want het is inderdaad... We hebben dan allebei een SUV. Ik heb een Macan. Is net iets kleiner. Ik ben ook weer kleiner dan hem. Dus, iets groter. Dus... Ja, dan, en in deze lekker overzicht houden, dat is ook top. En gas geven, dus dat is mooi. Kenmerk van een boxermotor. Nou, het is wel grappig. De allereerste auto waar ik ooit in gereden heb, is een Porsche Boxster. Ja. Maar dat was toen was ik 14 of zo, met mijn ouders op vakantie. Maar wat het kenmerk is, ik weet wel dat ik het toen heel moeilijk vond. Het was een handschakel. Ik heb het gehad. Het is volgens mij, een normale motor ligt alles in een lijn en bij een boxer niet. Ja. Nou ja, boetes, die hebben we regelmatig. Maar ja. Het zijn vaak toch de mobiele flitsers die we te pakken hebben, want... Flitsmeister helpt een hoop. Ja, niet altijd. Nee. Dus we hebben hem al aardig uitgespeeld. En even kijken, de vraag was, wat kost, hoe duur is een boete? Door rood rijden. Het was ooit 160 euro, is maar... Is het 230 euro? Ik wou net zeggen, bam! Het gaat om... Nou, die heb ik nog niet gehad namelijk. Nee, jij wel? Nee, ik denk niet. 7 Alias met gaas. Calvin Harris met slide. Of Rollin. 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 Ja, ja slide, rollin. Kan allebei. Kijken. Hoe heet die? Ace Hood met Bugatti. Wat vind ik nou nog lekker in de auto? Skrillex. Heb je ook nog? Skrillex. Vloem. Helix. Helix. En Skrillex met Purple Lamborghini. En natuurlijk één eigen plaatje noemen. Ja, dan... Dat is een bonusnummer. Firebeats met Ignite. Ja, een beetje ontbranden. Gas erop. Juist. Nou, algemene periodieke keuring. Ja. Ja. En je ervaring met daarmee? Bij de nieuwe auto's gelukkig niet meer, want dan is het 3 jaar. Maar ik heb wel, vroeger reed ik in mijn moeders Suzuki Alto, toen ik net 18 was. En daar was, het wel altijd een dingetje. Dat moest elk jaar inderdaad echt gebeuren. En dan, dan kwamen ze met hele leuke verhalen dat er weer iets mis was en gerepareerd moest worden. Maar ik had gelukkig wat vrienden die ook in de... vooral in de slopenhandel eigenlijk werkte. Dus die kon dan bijvoorbeeld weer wat uitdeuken of en dan was het weer geregeld. Ja. Dus maar verder niet heel veel ervaring mee. Nee. 19. Dat is echt een goeie. Dat is een hele goeie. 1934? 22.